Hallo, welkom op mijn vlog. Deze keer vanuit La Muela bij Begerte La Frontera. Wie kent het niet? Als je naar Andalusië gaat, dan ga je zeker bij Begerte La Frontera langs. Het bekendste witte plaatsje van Andalusië. Maar ik ben hier bij Carlos en Karin. Carlos en Karin hebben hier een finca en daaromheen vier huisjes die ze verhuren. Karin komt uit Koten, dat is bij Wijk bij de Huurstede in de buurt. En Carlos komt uit deze omgeving. Carlos is een Spanjaard. Ze hebben elkaar jaren geleden ontmoet en beleven hun droom hier in Spanje. Luister wat Karin te vertellen heeft. Als klein meisje kwam ik hier elk jaar op zomervakantie met mijn familie, met mijn ouders, met mijn zussen. En dat heeft denk ik zo'n diepe indruk op me gemaakt. Het altijd buiten zijn. Dat ik altijd de droom of de hoop heb gehad om hier te kunnen komen wonen, leven. Jullie hebben een finca. Ja. Daarop drie of vier huisjes. Vier huurhuizen gebouwd in de tijd dat we hier wonen. Die verhuren we. En dat gaat goed, daar zijn we blij mee. Het is wel, ik denk zeker de eerste 15 jaar heel hard werken geweest. Ja. Ja, Karin, het is nu januari, nog net, bijna februari. Het is hier wel fris. Vanaf wanneer is het nou een mooie tijd om bij jullie een huisje te huren? Een beetje vanaf maart. Dan is het vaak overdag al heel mooi weer. Dan ontluikt de natuur, zoals dat zo mooi heet. En omdat wij hier eigenlijk op platteland zitten, zie je dat, dat voel je. Je ruikt het, je merkt het. Hoe snel de eerste bomen die in bloei komen te staan zijn altijd amandel, is de amandelbloesem. Dat is heel mooi, dat geeft hier de komst van de lente aan. En dan volgen alle kleuren zich op. Langs de bergkanten, alles staat vol met klavertjes, met paarse distels, met rode klaprozen. Dat is heel mooi, dat is echt een feest. Maart, april en mei is voorjaar en dan is het vaak al nou, erg lekkere temperaturen. Je kunt al zwemmen, maar de natuur is dan nog heel mooi. En dan heb je de zomer, dan is het natuurlijk warm, dan is het heerlijk om aan het strand te liggen en al dat soort dingen. En in het najaar kun je profiteren van het opgewarmde zeewater, van het zwembad. Ja, ja, ik vind het voorjaar het mooiste seizoen hier. Ja. Als je mensen zou moeten meegeven die ook iets in Spanje willen beginnen, wat zou dat dan zijn? Ik denk dat je hier een heleboel kunt doen als je energie hebt, als je wat geld achter de hand hebt, want het is inmiddels hier wel allemaal veranderd. Bijvoorbeeld het huizenverhuren wat wij doen, dat is nu allemaal aan wetten gebonden. Het is allemaal officieel, de belasting zit er achteraan, dus je kunt niet meer zomaar iets verhuren en dan het geld gewoon gebruiken. Het moet allemaal officieel en dat wordt dus allemaal moeilijker. Ik denk ook dat wij de crisisjaren hebben kunnen doorkomen met het verhuren. Omdat we al een hele vaste band van mensen hadden die regelmatig terugkwamen en die het al kenden. Dus we hoefden niet opnieuw te beginnen. Hè. We waren er eigenlijk door het moeilijkste stuk al heen. Wat ik mensen mee wil geven die in Spanje heel veel energie hebben. Heel veel energie hebben. En de taal? Ja, zeker. Ja, want wij wonen dan in een kleine gemeenschap, hè, in een klein
gehucht, dorp. Als mijn man niet Spaans had geweest, dan had het denk ik sociaal gezien veel moeilijker geweest om ons staande te houden. Nou Karin, bedankt voor dit interview. En ik hoop dat je het graag gedaan. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, wij zijn hier gelukkig. Ja. Dankjewel.